Ik ga dit kaartje sturen aan Ben, een goede vriend van mij die ziek is en wel wat steun kan gebruiken. Ik ben nieuwsgierig naar wie zou de ondieper vandaag de dag een kaartje sturen. Wie ik een kaartje zou willen sturen. Moet dat in Nederland zijn? Nee, dat hoeft niet in Nederland te zijn. Dan zou dat naar mijn dochter zijn. Mijn dochter. Waar woont uw dochter? In Marokko. Mijn oma is net jarig geweest, ze woont ver weg. En zo vaak zien we haar niet, zeker niet met mijn zoontje. Dus nou ja, dan sturen we haar al een kaartje. Dus we doen het sowieso al eens in zoveel tijd. Dus nou ja, mijn oma. En hoe oud is je oma geworden? 90. Heeft u er al lang niet gezien? Al 3 jaar niet meer. 3 jaar? Oh, dat zult u er wel missen, en denk ik. Ze is in maart bevallen. Dus ik ben opa geworden. Maar alles zit op slot, hè? Doe maar naar mijn zus. Uw zus? Ja. Oké, okay. En waarom uw zus? Omdat ze al 15 jaar in Australië woont. Oh, kijk. Al ver weg. Heeft u er ook al 15 jaar niet gezien? Ja, klopt. Is het uw eerste kleinkind? Ja. Oké. Okay. Jongetje, meisje? Meisje. Meisje. Wel helemaal gezond. Zeker. Ja, ik zie dat het veel met u doet. Ja. Dat kan je wel stellen, ja. Ah, ik denk mijn oma, maar die is er niet meer. Nee. Nee, oké. Okay. En waarom denkt u meteen aan uw oma? Dat is een goede vraag. Ik denk, juist op zo'n marktje, dat doet me altijd wel een beetje aan het denken. Ja, u ging veel met haar naar de markt. Nee, nee, helemaal niet. Maar dat is echt iets voor mijn oma. Ja. Ik heb hier allemaal verschillende kaarten. Ja. Zou u daar eentje uit willen kiezen? Eigenlijk. Ja? Kijk. Lijkt me wel deftig, toch? En waarom juist die? Ik hou wel van blauw. Ja. En een vuurtoren, vind ik wel tof. Deze ga ik naar mijn vriendin versturen. En waarom? Nou, mijn vriendin is oppas ouder. En vanaf maart had hij natuurlijk al heel weinig oppaskinderen. Ja. En die zit natuurlijk heel veel binnen. Ja. Dus, je moet wel een beetje uitkijken dat dat niet eenzaam wordt. Dus dan is een kaartje altijd wel heel erg leuk. Oké, en waarom kiest u voor deze kaart? Omdat we in Utrecht wonen, dus al heel lang. Maar niet in Ondiep, we wonen altijd in Lombok. Mm-hmm. Maar nou in Overvecht. Ja. Dus, maar deze is ook leuk. Hoe denkt u dat ze gaat reageren als ze hem krijgt? Ja, dat weet ik ook niet. Ze heeft inmiddels 5 kinderen daar gekregen, dus het gaat goed, hè? Nou, deze zou ik naar Astrid sturen. Dat is ook een hele goede vriendin. En gewoon een lieve meid. Nou, deze. Die. Oké. Ja, dit is wel heel mooi natuurlijk. En hoe denkt u dat ze zullen reageren als ze een kaartje krijgen? Dat vinden ze heel leuk. Ja. Maar ik doe het al heel regelmatig hoor. Dan stuur ik even een kaartje aan Ineke en dan krijgen we weer een appje.